Wat? Wat is dit? Wat is dit, Japan? Ja, wat de hel is dat? Wat? Wat? Vandaag is het gewoon eindelijk zover. Ik ga reageren op rare Japanse reclames. Maar het is inderdaad weer zover voor een gloednieuwe video op het gameportaal. Hopelijk heeft je er zin in. Kevin heeft weer een aantal video's opgestuurd. Ik ben bang. Ik ben bang. Bij de Try Not to Laugh was ik bang. Bij de Try Not to Cringe was ik bang. En nu heeft Kevin een aantal Japanse dingen uitgezocht die ik moet bekijken. Ik ben bang. Ik hoop dat ik dit overleef. Want hoe het nu gaat, ben ik best wel bang. Ik ben echt heel bang. Oké, de eerste video is 3000 keer bekeken. Dat is best wel weinig voor een Japanse reclamevideo. De titel is ook erg rare Japanse snoepreclame. Maar we hebben hier een man met een soort van lama in zijn hand. En een vrouw die op haar telefoon kijkt. Oké, kom maar op. En sowieso, het begin is gelijk al een beetje awkward. Die jongen zit zo te kijken van, ik durf je niet aan te spreken. Het spijt me. Wat is dit? Is dit een reclame voor kauwgom? Wat gebeurt hier? What the hell, Japan? Gelijk al de eerste video en mijn brein gaat meteen al van... Waarom wordt die gast aan zijn tepel gelikt als hij iets van kauwgom of snoep eet? En waarom raakt deze vrouw hier een beetje warmpjes van? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Zo te zien zijn het van die harde druifsnoepjes. Nou Japan, net jullie geluk. Bij de eerste video had ik al meteen zo'n gevoel. Dankjewel. We zijn bij de volgende video. Het lijkt op Hans en Grietje. Denk ik tenminste. Heel Japan. Wat is jullie probleem? Waarom zijn al die mannen hier verkleed in gekke cosplay pakjes? Het is gewoon heel raar om hier naar te kijken. Ten eerste, je weet niet waar het over gaat. Ik ben nu wel benieuwd waar het over gaat. What the hell? Wat is dit? Oké, dat stukje was best wel creepy. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wat waren ze daar aan het doen? Ik snap Japan van geen meter. Oké, hij wordt hier doodgeslagen, zo te zien. Oh my god! Dat was serieus het engste gezicht ooit. Deze video was 2,4 miljoen keer bekeken. Ik wil het hier niet meer over hebben. Laten we dit met z'n allen eventjes vergeten. Dit is nooit gebeurd. Wat de hel is dit nou weer? Wat? Dit is echt typisch Japan. Oké. Wat? Wat? Ik weet dat dit anti-reclame is, maar het gaat gewoon nergens over. Het is wel echt heel knap gemaakt. Phone face. Ik ben bang. What the fuck? What the hell? Dit sloeg gewoon nergens op. Als dit mij zou overkomen als mijn vriendin ook in één keer een masker afdeed, dan zou ik ook net zoals hem keihard schreeuwen. Maar dit is volgens mij een reclame voor films, denk ik. Een soort van Japanse Netflix. Waar gaat dit over? Wat moet ik hiervan vinden tot nu toe? Het ziet er gewoon zo ranzig uit. Zo zie je, gaat dit over worsten. Het besef als het morgen alweer maandag is. Het besef als een van je ouders jarig is en je bent het vergeten. Het besef dat je niet hebt geleerd voor een toets, maar toch een hoge cijfer krijgt. Oké, genoeg. What the fuck? Wat de hel is dit? Oké, ik ben nu oprecht bang. Ik denk jullie ook allemaal. Dit is te begrijpen. Wat? Ik heb wel genoeg gezien van deze video. Oké, wat is dit nou weer? Wat hebben we hier?
ついに。Oh, ze gaan zoenen. Oh! Yawarakaku te nuru nuru shita mono ga. Is dit wat een volwassen kus is? Oké. Eh? Wat? Wat? What the fuck was dit nou weer? Er staat ook letterlijk to be continued. Er komt een vervolgje van. Een Japanse actiefilm. Wow! Wat? Wat is dit? Wat is dit, Japan? Ja, wat de hel is dat? Wat? Wat? Oké, jongens. Jongens, het is genoeg voor vandaag.